Bij Auping hebben wij de klantwens centraal gesteld. Alles wat wij willen doen, start en eindigt met de klantwens. Wat wil de klant? En dat betekent ook dat wij onze slaapcomfortproducten niet op voorraad produceren, maar op juist die specifieke klantwens. Wij zijn erin geslaagd om in onze bedrijfsketen alle systemen met elkaar te koppelen, zodat wij snel en flexibel de specifieke klantwens kunnen produceren en uitleveren, dankzij Smart Industry. Op basis van die digitalisering van al onze data die relevant zijn in elk moment van onze bedrijfsketen. Dit te koppelen aan onze productiemiddelen en te zorgen dat die slim en ook flexibel aangehaakt zijn op het produceren van die specifieke klantwens. En waarbij we uiteindelijk de klant ook in het netwerk centraal hebben gesteld. Ja, wat wij dankzij Smart Industry kunnen is onze processen anders en beter inrichten. We hebben een hele transitie achter de rug met een nieuwe fabriek neerzetten en processen anders inrichten. Waarbij het ons doel is geweest om daarin niet harder te werken, maar juist slimmer of smarter, als je zo wilt. Een van de zaken die we daarin met name hebben opgepakt is te profiteren van de nieuwe kennis en technologie op het gebied van robotisering. We hebben nu een aantal robots geïnstalleerd in de fabriek die voorkomen dat medewerkers nog langer worden blootgesteld aan ergonomische risico's. Juist daar waar robots het slimmer of handiger kunnen, of waar medewerkers geconfronteerd worden met heel erg monotoon werk, hebben we gekozen om robots in te zetten. Tevens hebben robots een hogere mate van nauwkeurigheid. Dus de faalkansen en ook de kosten in zijn totaliteit gaan duidelijk omlaag. Wat we bewust doen is robotisering combineren met manuele werkplekken. Daardoor blijft de bij ons, bij Auping, bekende vakmanschap ook behouden. En mensen weten heel goed waar ze het over hebben op het moment dat ze de robots vervolgens moeten gaan instellen en controleren. Daarnaast maken we ook gebruik van ICT-toepassingen die Smart Industry ons biedt. We hebben een klantordergestuurd systeem ingevoerd, waarbij in de flow op elk moment voor medewerkers zichtbaar is wat de status van een product is, voor welke klant het bedoeld is, en voelt de medewerker als het ware de klant in de fabriek. Er is daarmee een zekere noodzaak ontstaan om alles in één keer goed te doen en de leverbetrouwbaarheid is daarmee ook enorm gestegen. Bij ons geldt ook, iedereen doet mee en de kennis ligt op de werkvloer. En met name dat aanboren en daarvoor ook de middelen van Smart Industry actief gebruiken, maakt het succes. De medewerker is niet langer bezig met een hoekje van een matras, hij is bezig met een klantorder. En dat geeft ook betekenis aan de rol van de medewerker, die daardoor ook, geloof het of niet, in zijn kracht komt, omdat hij begrijpt waar hij het voor doet.